Hoe functioneren moderne oorlogen? 1. Destabiliseren. In het land waar de aanvaller zijn doel wil bereiken, worden onrusthaarden aangewakkerd. Wordt de destabilisatie bewerkt tot een burgeroorlog uitbreekt. 2. Hoe doet hij dat? In het land waar hij zijn doel wil bereiken, wordt contact opgenomen met alle ontevreden groeperingen die bereid zijn tot geweld, rebellen en huurterroristen. Of deze groeperingen voetbalfans zijn, religieuze fanatiekelingen, linkse of rechtse extremisten, extremen, het maakt niet uit op welk gebied, ze moeten slechts koelbloedig en loyaal zijn en bereid tot geweld. Voor deze groeperingen houdt de aanvaller een betere toekomst voor ogen met veel voordelen en medezeggenschap. Zo strijdt iedere gemotiveerde voor de doorzetting van zijn eigen doelstellingen, ongeacht wat die zijn. Iedere terroristische eenheid die zich op deze manier ontwikkelt, accepteert tijdelijk ook heel anders geaarde groeperingen. Zij zien in de gemeenschappelijke stootkracht immers alleen maar voordelen. Het motto is synergie boven alles, samen overwinnen, gescheiden opereren. Op die manier vormt de aanvaller dus een bondgezelschap van terroristische groepen. Als een extremistische rebellengroep zich niet wil vermengen met andersdenkenden, dan speelt dat voor de aanvaller geen enkele rol. Zij worden gescheiden ingezet voor speciaal uitgekozen doeleinden, bijvoorbeeld voor zelfmoordaanslagen. 3. Uitrusting en financiering. De bijeengebrachte rebellengroepen worden door huurlingen, zowel van eigen land als van andere landen, opgeleid tot terroristische groepen. Dit doet de aanvaller zo min mogelijk in het land dat hij tot doel heeft. Er worden geheime opleidingskampen ingericht, zo dicht mogelijk bij de doelplaats. Als dit niet mogelijk is, worden de terroristen en rebellen, die overal vandaan komen, met het vliegtuig aangebracht. Hij levert hun wapens en munitie volgens wat ze nodig hebben en loon om te vechten. 4. De aanval. De manipulator realiseert nu zijn strijdplan. Volgens zijn strategie valt hij ook doelbewust burgers en civiele instellingen aan. Zijn doel is zo goed mogelijk opgemerkt worden door het buitenland en een noodkreet van de slachtoffers om buitenlandse hulp te laten ontstaan. Nu staat niet de aanvaller, die alles heeft georganiseerd, centraal in de persmededelingen, maar ofwel de omver te werpen regering van het land dat men wil ontredderen, of, als dat beter uitkomt, de rebellen, zeg maar, de ingehuurde terroristische eenheden. 5. De doelstellingen van de echte aanvaller zijn steeds dezelfde. Een zo groot mogelijke verzwakking van het doelwit veroorzaken, van binnenuit. Doelbewust schuld toewijzen aan het doelwit. Zoveel mogelijk verwarring stichten en machteloosheid van het volk bewerken. Zoveel mogelijk begrip uitlokken voor militaire hulp van buiten. Omverwerpen en opzij zetten van de regering. Een nieuwe regering installeren uit de kringen van de ongevaarlijk verklaarde rebellen. Terugtrekken van de troepen om het land aan zichzelf over te laten, zodat het in een totale chaos stort. Een nieuw radicaal ingrijpen om nu al de helden uit te schakelen die ineens terroristen worden genoemd. Overname van het land, respectievelijk van hun resources. Leningen naar behoefte om herstelfondsen te spijzen. 6. De aanvaller laat zich eren als redder. 7. Nu dezelfde oefening in het groot. Wat de aanvaller met samengeraapte rebellentroepen in afzonderlijke landen heeft gedaan, doet hij nu in grote stijl. Nu zijn deze zorgvuldig gekozen landen zijn uitverkoren rebellentroepen, want ze liggen strategisch goed om zijn grote rivaal te verslaan. Alleen zou hij dat nooit kunnen. Vooraf wakkert hij provocaties aan die hij dan doelgericht in de schoenen schuift van de grote rivalen. Hij brengt de gekozen landen ertoe om met eigen wapens en eigen leger tegen die rivalen op te trekken. Nadat die landen hun eigen munitie hebben verschoten, hun beste mensen hebben verloren en geruïneerd zijn, valt de eigenlijke mensenvijand aan, de ware aanvaller en oorlogophitser, om alleen en op iedereen de overwinning te behalen. Wie zijn de grote verliezers? Iedereen die zich door deze achterbakse aanvaller en oorlogophitser liet inpalmen en gebruiken.